De besprekingen tussen de regering en de bond bij de energiebedrijven Suriname OWOS zijn vastgelopen. Gisteren is er urenlang gesproken tussen de president en het bondsbestuur. In eerste instantie leek het erop dat partijen elkaar hadden gevonden. Maar toen de afspraken schriftelijk werden vastgelegd, bleek dat partijen en vooral de bond zich niet konden terugvinden in hetgeen was opgesteld. Onze nieuwsdienst verneemt dat de regering en de EBS-directie vinden dat de bond niet wil afwijken van zijn standpunt. De OWAS wil namelijk dat nagenoeg alle eisen ingewilligd moeten worden. De regering heeft echter een andere zienswijze, waardoor alles weer bij punt nul is. Star News meldt dat de aandeelhouder, de regering dus, een bod heeft gedaan dat volgens de bond niet doorwerkt op het salaris. Het gaat om een duurtetoeslag en koerscompensatie met terugwerkende kracht. Het zou in deze dus gaan om een eenmalige uitkering. Dit voorstel is door de leden verworpen. Dit houdt in dat de acties die op 17 augustus zijn begonnen, worden voortgezet. Binnen de regering gaan er al stemmen op om het principe van no work, no pay toe te passen.